film nu met een 12-24 mm. Oh. Zo, wat een plekje dit, hè? Hier kan je zijn. Jee. Nee, man. Van helemaal die pijpen. Oh, ik zie daar tussen wat gloeien. Oh, het gaat helemaal verkeerd. Ook is gewoon lekker de dak aan het blussen ertussen. Je zou het nu natuurlijk bijna niet meer zeggen, maar een hele lange tijd geleden, toen de tuin nog één bak ellende was en één rotzooi, hebben we hier een fikje gemaakt. Een kampvuur, Roy, Ido en ik. En met meters hoge vlammen, echt niet normaal. Vleeswerk! Wow! Gaat de fik erin, let op. Wow. Ja jongens, dat gaan we vandaag weer doen, maar dit keer niet bij mij, bij Roy. Hey, iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Roy heeft laatst met een storm heeft hij echt een paar bomen gehad die omwaaiden en zo. Zijn tuinman heeft dat allemaal in mootjes gehakt. En we gaan al die stukken hout die over zijn, die gaan we in de fik zetten. Allemaal takkies, stronken. De boomstam is natuurlijk in stukken gezaagd, dus dat gaan we allemaal doen. Dat wordt goud. Met Jorg, Okke en Mart. En dan gaan we gewoon lekker chillen bij Roy. Dat wordt goud, jongen. Dat was chaos toen hier echt... De stukken brandend hout en as. Het ging helemaal de lucht in over het parkeerterrein. Gelukkig stonden er geen auto's. Was zo erg toen dat goed is gegaan. Dat was een wonder. Dus we gaan eens kijken hoe dat gaat bij Roy vandaag. Het fikje hebben we nog niet, maar de hitte wel in ieder geval. Zo, niet normaal, hè? Hoe warm is het? Graadje van 28? Ja, 28, 29 of zo. Die zonnepanelen werken overuren, jongen. Ja. Ga eens kijken naar die meter. Die zal wel flink teruglopen namelijk. Ja, daar zat ik veel stroom aan natuurlijk. Kijk, die loopt de andere kant op. We hebben hier één golf en golf nummer 2 komt aan. De TCR met Mart erin, dat was er ga ik vanuit. Ja, en ik kreeg vanochtend een appje, jongens. De golf GTI die ik van de week getest heb, die is verkocht. Dus die valt sowieso af. Althans dat, die precieze auto natuurlijk. Morgen, maat. Morgen, jongen. Was goed? Ja, lekker. Lekker, man. Hoorde je me? Ja, ik hoorde je, ja. Je nam niet op. Nee, ik stond in de tuin. Oh. En toen hoorde ik ineens... Launch control of niet? Ja. De precieze auto die we getest hebben, die is dus verkocht. Die Bob die werd in één keer weggekaapt. Dus dat wordt hem niet. Die exacte auto met die opties, die kleur, al het hele pakket. Dat dikke uitlaat eronder natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Betekent niet dat de Golf GTI per se afvalt als eventuele daily natuurlijk. Maar die is in ieder geval verkocht. Dus nieuwe eigenaar, heel veel plezier ermee. Ik weet niet wie dat is. Zou vast wel iemand zijn die er heel veel plezier van gaat hebben. Dat weet ik wel. Anders ga ik hem niet kopen natuurlijk. Zo, Mart, hoe was het gisteren? Zwaar. Mart, nou, nacht. We hebben gebeld, hè, gisternacht. Ja? Ja, dat hebben we gefeest. Ja, dat hebben we gefeest. Op die nachtreef? Ja. Ja, was goud? Ja, was goud. In één keer? Hij was wel, maar... Ja, nee. Het gaat ook steeds harder. Ja, die was lekker. Die was... Ja. Gezellig hoor, Mart, we moeten gaan. Kom op, maat. Gezellig als Mart langskomt. Pof, verdikken mee. Dat festival heeft hem gepakt hoor. Hey. We gaan hem door. We gaan zo, Mart. Kijk hoe lang ik al lig. Ja, dit zie je normaal als je niet alleen ligt. Jongens, ik ben helemaal hyped. Ik heb van de week een nieuwe camera binnengekregen. We gaan die even uitpakken. Deze begint wat kuurtjes te krijgen. De lens sluit niet meer goed op mijn body. De body begint af en toe wel eens te trillen. Er is iets met mijn stabilisator aan de hand. Dus die gaan we even uitpakken. Dan gaan we gewoon overschakelen op de nieuwe camera. Kunnen we gelijk vanavond goed gebruiken. Want die is ook veel beter in het donker. Dus een nieuwere versie van deze lens. En een nieuwe versie van deze body. Okke, wat zie jij? Ga jij naar Roy of ga je naar een festival? Als ik zo naar je kijk. Ja, ik wil ook wel naar een festival. Nou, Roy. Ik denk dat die eten gaat bezorgen. Ja, zo'n bezorger. Kapsalon, jongens, kapsalon. Als er zo'n bezorger aankomt lopen, dan denk je echt, wat een chille guy. Ja. Je mist alleen nog een checkie in je bek. Maar jullie gaan alvast rijden, Roy? We gaan alvast rijden, ja. We zijn helemaal klaar met dat wachten. Ja, wij pakken de Lambro, want die hebben we morgen nodig voor de Lambro trekkers. Ja, we hebben het best. Hoe voel je, Mart? Ja, niet slecht, maar ik ben gewoon te schoon van vandaag. Kijk, die liggen al een paar dagen veilig onder mijn bureau. Die gaan we even bijpakken. Vooral in laag licht gaat het beeld hier niet naar beneden in FPS. Dus een camera werkt zo. Deze filmt in 50 FPS, dus 50 frames per second. Daar staat het voor. 50 foto's per seconde eigenlijk. En dat maakt zo'n mooi vloeiend beeld. Maar dat zie je bij laag licht dat het beeld wat trager wordt. Dan gaat hij minder foto's maken. Wordt vaak een beetje korrelig. Dat noem je ruis. Deze heeft het allemaal zoveel beter onder controle. Minder ruis. Veel smoother. Veel gladder beeld. Dus die gaan we even lekker uitpakken. Helemaal hyped, jongen. Die is natuurlijk een beetje het geheim van die Schmidt dit, hè. Kijk, dit is de setup die ik nu gebruik. Even kijken, waar ligt die crank hier? Ik film nu met zo'n camera. Dit was mijn vorige camera. Het is helemaal kapot. Verfresten, slijtage, de dingen. Hier, als je hem optilt. Wacht even hoor. Hoor dan. Het zit ook helemaal los alles.
Die lens sluit ook niet goed. Deze stelde niet meer scherp en trilde ook als een jacko. Maar kijk even. Dit is de A7 Mark 3. En dit is de A7 Mark 5. Oh, Mart, dit is echt porno. Je hoort, als ik hem zo uitpak, hoor je ineens dit onder de tafel zo. Okay, dus ik film nu met een 1224 mm. Dat is een van de Game Master van Sony. Is allemaal niet gesponsord. Ik betaal gewoon zelf volle mik. Dit is een ultra groothoek lens. Het is net geen fisheye. Super chill. Daar kunnen jullie altijd heel veel alles goed zien. Dan staat dat alles op beeld. En dit is eigenlijk de vernieuwde versie daarvan. Het is ook een Game Master. Hierzelfde millimeter. Deze is gewoon weer net even een stukje beter. Oeh, ik krijg gewoon helemaal een tasje erbij bij deze. Dat was niet voortaan. Voorheen. Voortaan wel dus. Maar... oh, zo blij mee, gas. Een nieuwe camera. Ik film al bijna 5 jaar met dezelfde setup. Dus dit is helemaal fantastisch, jongen. Even kijken, gekke rits. Hier, deze krijg je er altijd bij voor het tasje. Oeh, hij is ook een stuk groter, hè. God, lijkt wel een hele grote koffiemok. Oh, holy damn. Wat een kanon. Zo, die is wel een stukje groter, denk ik. Ja, valt mee. Die zonnescherm af. Dit is voor de zon. Die is wat groter. Hij is zwaar. Zo maat. Dit wordt gewoon je nieuwe vlogcamera. Het lijkt wel, hey, ik kan de maan zien dan. Dit wordt mijn nieuwe vlogcamera. Het is niet per se dat de kwaliteit heel veel omhoog gaat. Behalve in het donker. Dan gaat het wel echt heel veel schelen. Ik wil hem van vandaag gewoon lekker voor het eerst gaan gebruiken eigenlijk. Trilt hij nu ook bijvoorbeeld de camera of niet? Ik voel hem niet. Nee? Ik zie ook het beeld niet trillen. Heel vaak als je goed kijkt zie je in één keer zo in de hoeken. Sinds de laatste week of zo is dat. Ik edit daar altijd zoveel mogelijk omheen. Dat je dat niet door hebt. Ik zie het nu niet. Maar dan gaan we nu nooit meer last van hebben. Stekkers? Ook wel makkelijk. Ook wel makkelijk. Oh, de body is altijd lekker licht. Zo, oplader erbij. USB-C'tje. Weer zo'n dingetje, batterijtjes. En een stekker ding. Oké, dus hebben we deze. Met... oh, ja. Kijk eens. Wauw. En het mooie is... eentje met een... wat lijp. Die had ik nog niet. Dat is handig. Die had ik vanwege 2 redenen niet. Omdat ik geen setup kon vinden die perfect voor dagelijks vloggen was. Die dit had. En omdat ik altijd bang ben dat ik niet meer in de lens ga kijken, maar hierin. Dus je ziet dat ik zo zit te kijken. Gaat het niet gebeuren, want ik ben helemaal gewend hieraan. Maar zo kan je wel nog beter kijken, even stiekem tussendoor, of hoe goed je in beeld bent. Hoe goed is dat, hè? Ik kan hem ook zo draaien. Dit is waanzinnig. Tering handig, ja. Gaaf, hè? Echt gaaf. Een mooi ding. Hij ziet er ook heel anders uit, of ja, niet? Ja, opnameknop zit hier in plaats van aan deze kant. Nou, hier is het batterijtje. Oh nee, dit is de adapter. Dit is dan de batterij. Ja. Oh, is die ook groter? Als dat zo is, is het maar heel klein beetje. Je kan hier ook dus echt mee 4K filmen en zo. 1440p. Maar eerst ga ik even gewoon doortesten met 50 fps. Dat is helemaal handiger met renderen en zo. Helemaal als ik natuurlijk onder het mes moet over een paar dagen. Of een paar weken. Dat weten we natuurlijk nog steeds niet. Oké, pas op voor stof. Ik ga stuk al past die niet, weet je. Nee, past. Sowieso past die. Zo, maat, deze is veel zwaarder. Damn. Veel wat een unit. Oh, holy shit. Oh, hij is echt veel zwaarder. Echt een unit. Deze weegt 1.2, ik denk dat deze echt 1.8 weegt. Nou, valt op zich wel mee hoor. Ja, het is meer de lens. Die voorkant of zo. Ja, voel maar. Hij is echt een heel stuk zwaarder, grap. Oh ja, dat voel je gelijk. Ja. Dus kijken of er juice in zit. Gaat hij gelijk aan? Nee, is wel leeg. Nog gelijk testen of een andere batterij doet. Ik denk dat het dezelfde batterij is. Nee, eigenlijk wel zeker. Even kijken, ik heb hem aangezet. Ja. Was dit dezelfde kleur als die? Is dat gewoon zo? Dat is helemaal gewoon vergrijsd. Oh, door zon, shit. Stof, aarde, viezigheid. Elke dag beetpakken. Zo, de hele interface, het hele menu is ook gewoon anders. Is dit ook touchscreen? Ja, het is ook nog eens touchscreen. Dat had deze wel trouwens. Alleen die gebruikte ik nooit. Wat is dit? Kijk, dit is lijp. Dit is moeilijk filmen deze lens. Maar je hebt hier een knopje achterop die je indrukt. En dan ga je van fotostand ga je naar movie stand. Dan kan je alles instellen. Dus dat ga ik doen, jongens. En dan gaan we overschakelen op deze camera. En dan ben ik benieuwd of jullie het verschil gaan zien. Moet wel. Sowieso ergens ga je verschil zien. Oké, ik hoop dat die goed is. Dit is het eerste wat ik film. Zo, dit is anders kijken. Mart, kijk er eens recht in. Dat is raar. Dat ziet er. Ik hoop dat ik heb even alle instellingen gedaan. Ik hoop dat ik de juiste instellingen heb. Wat ik sowieso nu wel gelijk zie, is dat die veel sneller en beter scherp stelt. Let op. Wow. Kijk dan nu snel. Hoe is de stabilizer? Als ik een beetje tril. Nu tril ik een beetje alsof ik het koud zou hebben. Moet nog even de micro windjammers bovenop doen. Voor de ingebouwde mics. Ik zie ook echt dat je zoveel detail ziet. Ik weet het jongens. Ik moet naar de kapper. Ik moet getrimd worden. En gewoon helemaal aangepakt worden. Maar ik ben hier super blij mee. Dit is dikke gast. Holy shit. Wat even jou filmen. Word bijna bang van die lens.
Ja, hij is aanvallend, hè? Het is gewoon alsof je een tv-camera op je neus hebt. Je even kijken in het donker, jongens, hoe hij het oppakt. Zo, kijk. Ja, hij trilt wel een beetje, maar dit moet even nog kloten met de instelling. Maar het is sowieso veel beter dan voorheen. Kijk dan, wat een unit. Kijk, zo kunnen jullie dus... Hij neemt mijn studio echt veel beter op. Kijk dan. Nou is hij heel donker en schokkerig. Wee, joh, ben je zo blij mee? Kijk, en wat ik dus moet hebben... Dus dat ligt als het goed is hier. Kijk, micro windjammers. Wat vinden jullie... Oh, Mart stopt een vinger in mijn poepert. Wat vinden jullie trouwens van de nieuwe camera, jongens? Vinden jullie het chiller? Vinden jullie het kut? Vinden jullie het goed? Kijk, deze moet je hebben. Die plak je dus op de interne microfoons. En dan is het eigenlijk windruisreductie. Je hebt dan stickers. En dat gaatje is bewust natuurlijk. Daar moet de microfoon onder. En dan dit zijn die micro windjammers. Kijk hoe snel die scherp stelt. Holy shit, wat is dit? Oh, dit is insane! Jongens, dit is niet normaal. Mart, zie je dit? Of zie je dit niet? Oh mijn god. I'm hyped as fuck, bro. Kijk dan. Hij schokt niet. Hij is gewoon nog vloeiend. Nou jongens, dit is echt voor mij. Dit is natuurlijk... Ik vind dit helemaal fantastisch. Kijk, ze zitten erop. Zie je dat? Er zijn net twee wenkbrauwen nu bij mij. Ik noem het altijd de wenkbrauwen van een camera. Dus als ik nu... Als ik blaas, hoor je het waarschijnlijk wel. Zo hoor je het niet, dan zijn ze heel goed. Maar dit is gewoon voor buiten met wind en zo, weet je. Nou Mart, ik edit even mijn vlog af. Dan gaan we naar Roy. Ja. Hij stottert hier ook zelfs niet. Hij blijft smooth. Oh, wat geweldig. Het belangrijkste is wat jullie ervan vinden. Of vinden jullie chill, blijf ik met deze filmen. Zo niet, dan bestel ik gewoon weer de ouderwetse setup. Maar ik vind het wel leuk, iets nieuws. Ik vind het echt super dik. Ik ben zo blij hiermee. Maar jullie kijken elke dag. Dus jullie gaan helemaal mee in deze beslissing. Wordt het deze nieuwe of gaan we terug naar de oude? Wacht, dat betekent dus ook dat we geen stotter meer hebben in de Lambo. Oh, wat goed. Normaal stottert hij nu al. Oh, Yo! Mart en Okke kijken heel veel SpongeBob. En Patrick heeft zo'n scène dat hij echt tering lelijk geanimeerd is. Helemaal met zijn tanden scheel, zijn kop raar. En dan zegt hij, yo! En dan hebben zo'n gelachen. Dus nu zeggen de hele tijd, yo! Goed verhalen? Nee, maar wel leuk. Ik ben vergeten wat ik aan het filmen. Are you? Ja! I need fun with the magic. Yo! Ja, ik zie al een kruiwagen staan. En een hoop. Die hebben sowieso al heen en weer gelopen, denk ik. Wat? Die hoop was echt veel groter. Oh, takken. Zo, ik snap het even niet wat ik bedoelde. Maar het is nog een beetje vaag van zijn festival. Kijk, het ziet er al gezellig uit hier, maat. Was het goed? Lekker, ja. Oh, die was goed. Ja, die was goed. What's up, bro? Yeah. How's life, man? Ja, goed, man. Nou, dat was echt de slechtste ooit. Het kwam ook even... Kijk. What's up, brother? Samen, bro. Hey, dit... gaat het hier gebeuren, zo'n mega vuur? Ja, nou... Daar moeten we het nog even over hebben. Het kan hier in ieder geval een stuk minder fout gaan dan bij mij. Ja, alleen het ding is dat de tegels, als je dat gaat doen, die gaan wel echt een zwarte vlek krijgen van 2 bij 2. Misschien 3 bij 3. En dat krijg je niet af. Je hebt dus al moet je even liter. Kijken. Wat? Zie je wel? Oh, ja, een Hard Rock Café glas. Goed, hè? Of we moeten het gewoon lekker in die fire pit doen. Maar dan kunnen we, daar kunnen we het ook helemaal gek maken natuurlijk. In die schoorsteen, weet je wel. Dat kan ook. Ja. Hoe is dat, die nieuwe camera? Oh ja, maat! What the fuck? Laat ze even zien. Maat, zie je het niet eens hoe dat ding eruit ziet? Wow. Ja, maar nu wel. Wow, wat een knoepert van een lensje. Wat een zieke camera, gast. Lijp, hè? Don't do this. Het schermpje is. Ik zag het wel lijken. Dit is fucking chill. Wat chill? Goed, hè? Lijp. Ja, man. Dit is wel even veel relaxter. Ja. Hey Roy, zelfs bij de barbecue kan jij je haar veunen. Zo ijdel is die. Kijk eens. Dit is gewoon... Hiermee wil jij je haar niet feunen, hoor, man. Nee, ja, misschien als ik kaal wil worden wel, ja. Zeker. Ja, dit is een soort blaasding. Ja, super handig. Ja. We hebben zo'n gezellig setting hier gecreëerd. Ja, man. Echt super gezellig. En ik zie ook dat daar in de serre, dat daar Barney op staat, of wat is het? Ja, we hebben net Dirk gekeken. Darten. En Barney, is die al geweest? Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij doet hij niet. Nee, dus... Hey, hij doet wel mee. Wel? Ja. Zo, wat een plekje dit, hè. Heerlijk, Mart staat ook lekker om zich heen te kijken.
Maar anders joh, dan doen we het in die firepit daar. Ja. En maar dan wordt het alsnog gewoon. Want bij mij liep het natuurlijk ook helemaal uit de klauwen. Ja, alleen toen hadden we, want ik zat toen te denken van hoe hadden we het toen gedaan. In de modder. Gaten. En dan maakt het niet uit. Weet jij nog toen ik 4 dagen later... Nee, moet je het echt niet doen. Weet jij nog dat ik 4 dagen later mijn vingers toen heb verbrand? Weet je dat nog? Nee. Dat ik wou voelen hoe dit as voelde. Toen stak mijn hand erin, brandde het nog. 2 dagen gloeide later. Het, 4 dagen later gloeide het nog na. Of 2, weet ik veel. Gewoon sowieso... Ja, weet je dat niet meer? Oh, nee man. Nee, dat ik toen gewoon mijn vingers had verbrand. Dat was 2 of 4 dagen. Ja, nu klinkt heel ongeloofwaardig. Kut, sorry. Maar het is echt gebeurd. Ja, ik geloof het. Ik werd dat biertje. Ja hoor. De vibes, gewoon helemaal de summer vibes te pakken. Ho, 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 ho. Oh! Zijn jullie al zo'n tappie dan? Of valt het... Ja, een beetje. We zijn onderweg. Ja, we zijn onderweg. Ja. Eindroute, de kloten. Dit is echt het zeldzaamste shot van mijn hele leven. Roy aan het schoonmaken. Is dit gebeurd? Hoe ook gewoon. Tot schoon. Hey, wat een strijder. Dan kunnen wij gewoon vreten. Hey. Gooi. Gooi. We gaan beginnen met de burgers. Ja, barbecue vind ik echt leuk, man. Ja, barbecue, het is een vibe. Het is een sfeertje. Ik vind het helemaal geweldig. Wat voor kruiden zit er overheen? Gehaktkruiden? Ja. Lekker? Lekker, hè? Ja, heel goed, man. Roy, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dit is geweldig. Eet smakelijk. Oh, ik heb het verkeerd omgelegd. Volgens mij was dat bijna skit in de broek. Ja, bijna. Als ik ze door zou gaan, wel. Ik heb nog nooit met zo weinig licht zo goed kunnen filmen. Ik ben zo blij. Nou, niet met die lucht, maar wel met die camera. Ruik je hem? Oeh, dat is niet de barbecue, denk ik. Dat zou niet goed zijn. Het ruikt naar een prullenbak. Ja! Alsof je een prullenbak openzet. Eén op één, man. Jij rot gewoon van binnen. Zang, dit is niet best. Maat, Roy, kijk gewoon even. Kijk even hoe goed dit is in de dag. Kijk dan, in het nachtlicht. Kijk nou even. Niet normaal, man. Maar wil je dat ook zien? Ja, wat denk je? Tuurlijk. Nou, kijk er eens. Oh, Roy. Nou, op. Ja, nou, daar gaan we. Ja, volgende keer je gulp dicht doen, maat. Roy, hij ligt er ook al 10 minuten, hè? Roy, heb slag om laten vallen net. Kans 1-10, eerst voor mij. 3, 2, 1, 6. Ik denk dat ik oversla, man. Nee, op. Jorg, mij dan. Nee. Ja, zie je mij wel een beetje nee op. Eerst voor mij. 3, 2, 1, 6. Nu voor jou. 3, 2, 1, 6. En hij doet hem ook. Nee, ga hem opeten. Ja. Oh. Lekker. Dat is niks meer. Netjes. Maar je hebt het bovenste laagje gepakt, niet van de grond af, toch? Nee, ik heb hem niet helemaal van de grond gepakt. Die heb je best wel nog... Nou, misschien heb je toch een paar bacteriën meegepakt. Ja, schuurt hem maar. Beetje bacteriën dan... Ik gaat nooit 6 zeggen, omdat hij 6 Ja, omdat hij al 4 keer 6 heeft gezegd. Hij zegt gewoon 6. Hoe kan het ook? Dat is serieus, dat is de 4 keer 6 zijn. Hé, maar ik heb helemaal niet doorgehad dat jullie het vaker hebben gedaan. Eerst zei hij tegen mij 6. Toen zei hij daarna, toen ging het fout, toen zei hij weer 6. Ik heb gewoon niet doorgehad dat ze dat blijkbaar wel gedaan hebben. Maar eerlijk jongens, we zitten hier te lachen, we zitten hier te chillen. Het is een vibe vanavond, het is wind, stil. Het is heel lekker zwoel buiten. We hebben lekker zitten eten. Het is gewoon fantastisch. En zometeen gaan we toch een partij, een vlampijp daarvan maken. Dat wil jij niet weten. Maar toch wel, dus blijf kijken. Als je achter Okke kijkt, dan zie je die pijp en die gaat gloeiend heet worden straks. Okke, durf je beste Patrick. Ik weet nog waar ik ga slapen. Ja! Wat zeg je tegen een koe als je het gender wil weten? Geslacht. Ja, goed. Nou, kom. Ik moet geen woordgrap aan Mart vertellen. Ik had hem bij Roy moeten vertellen. Je houdt niet van woordgrappen. Ja, als ze goed zijn, wel. Wij vonden hem wel goed. Nou, fijn. Dank jullie. Oké, we gaan hiermee beginnen, want dit is echt zo droog als... Ik heb al een beetje gekeken natuurlijk. Kijk, deze moeten we hebben voor het aansteken. Dat is gewoon een wietblaadje. Aardige toppen komen daar vanaf, denk ik. Hiermee gaan we beginnen. We moeten echt in het midden moeten we even een fundering maken. Ze moeten even een paar grote takken erin steken, in die pijp. En dan al die losse kleine dingetjes. Kijk dan. Die losse dingetjes er tuk. We pleuren gewoon die hele bomen erin, jongens. Kijk eens, we hebben karton. Kijk, ook lekker. Oh, dit gaan we allemaal meenemen. Dit. Hier, kijk eens op. Oké. Oké, jongens, er is werk aan de winkel. We hebben een hele constructie gemaakt. Roy zet die föhn erin. En nu is het gewoon heen en weer lopen. Die bomen, al die takken, alles erin pleuren. Dan gaan we kijken hoe erg het kan worden. En kijk, daar gaat Okke er even karton bij, even goed aanfikken.
Kijk, je ziet rechts al komen rook al. Het gaat erg worden hoor. Dus ik had lijkt me fucking vet te krijgen een zieke steekvlam eruit gaan. Zo! Wat is dat ding? Dat ding goed? Had je die al, Roy? Van de vorige bewoner? Ja. Zo, maar jongens, we moeten wel snel aan. Meer hout aan natuurlijk. We moeten gaan aan blijven leveren, ja. Ik denk dat we er al mee moeten beginnen, want anders gaan we nooit kunnen bijbenen. Het zijn ook super droge dagen geweest. Dus dat betekent dat het hout ook goed droog is allemaal. Dit lag allemaal buiten, ook karton en zo. Holy shit. Even pyromaantje uithangen. Even de holbewoner tactics naar boven brengen. Zo, het wordt zo. Ik ga even een reservevoorraad klaarleggen dan. Ja, let's go boys. Tillen, tillen. Kijk, hè dan. Mart is ook al lekker bezig. Marshmallows op een stokje. Hij denkt weer aan eten hoor, die fucking groeiman. Ik ga van de hele berg bouwen. Yep. Vast wel goed. Zo, het is echt wel een flink kampvuur, ouwe. Dit is echt niet normaal. Ja, het is echt lijp, hè? Dit is echt bizar. Holy shit. Maar het gaat zo veel erger worden nog. Okay. Kijk eens even wat er op ligt, maat. Dat wordt ene bak ellende. Ik ga nog een kruiwagen halen. Bij. Zo, kijk dan. Maat, je wil niet weten hoeveel je hebt, maar je zou in principe maten kunnen stoken zo goed, hè? Je gaat helemaal ombouwen van alle kanten. Helemaal inbouwen bedoel ik. Ombouwen dat doen mensen. Oh, dat tegenwoordig. Pas op hoor jongens, want de rollen gewoon hele stukken uit. Ja. Dus je moet het even goed doen. Ja daarom, je moet echt geconcentreerd die shit erop gooien hoor. Het gaat hard man. Ik ga de hele tijd op hard. En het fikt al op hè. We kunnen gewoon bij blijven gooien. Kijk, kijk, deze is een beetje risico, want dit blok is heel zwaar geklept met de rest. Zo, wat. Gewoon een stuk hout. Wow, ook weer precies erop. Zo. Mooi, kijk. Kijk hoe ik deze op kan gooien. Kijk. Oh. Ja, best. Maar verder, ik heb nog een paar kruimhuis gehad. Er zit nog ruimte. Hier is nog ruimte voor. Jezus. Kijk, let op. Hij kan wel tactisch neerleggen. Ja! Zo, ja, perfect. Hij is steeds hoger. Niet te doen, ouwe. Zo, het is net. Die feun ook. Oh, je maakt het dan nog vijf keer zo erg met die feun. Lucht en hitte extra. Deze knoeper gaan we erin gooien als de tijger echt gaat keren. We zijn net een stoel. Kijk, nou, voorlopig een kleine keer hoor, maat. Ja! Maat, er ligt een hele boom op, ouwe. Ja, wat denk jij dan? Check eens je overkapping, gast. Altijd rook wat eronder uitkomt. Kijk aan. Zo. Oh ja, leeft ook helemaal, ja. Ja, kijk dan overal. Overal rook vandaan. Ja, dit laat even goed fikken. Dan hebben ze straks allemaal kolen. Alles wat er dan op gaat, dat is gelijk weg. Oké, we hebben nu een lijpe voorraad. Dit duurt echt nog wel 20 minuten, half uur voordat er weer wat bij kan. Nee. Maar er is bijna al een hele berg weg zo. Wow. Aan deze kant komen er nog wel wat bij hoor. Hey Roy, is dit goud of is dit goud? Ik blijf het maar gewoon bij vervlammen. Ik heb mijn shirt uitgedaan. Ik denk dat hij beter aan kan houden. Want met vonken en zo, stukjes vliegen overal heen. Loopt de knieën ook. Ja hoor. Preventief werk. Ja. Die bank wordt zo heet. Dat Roy voor de zekerheid hem even nat spuit. Waarschijnlijk gebeurt het niet, maar als het vuur gaat blakeren, ja, even een vochtknalletje. Het verf gaat blakeren, dat wil je niet hebben natuurlijk. Oei, joh. Zo! Doe nog eens. Oh, holy shit. Is dat, kan dat staal dan niet in één keer barsten? Zet maar uit. Hey, hoe maak je een koeker in je tuin? Nou, je bent zo klaar. Laat je uit? Het is nogal chaos momenteel. Ik ga nou even niet meer opgooien. Nee, man. Ik denk. De bank is nog steeds nat, dat is een goed teken. Oké, en ik zijn chef vuur, kijk dan. Hier, je bent zeiknat. Oh, ik ben. Ik ben niet, kijk hoe je haar zit. Ja, ik heb het helemaal niet. Zo, ik heb het niet. Ik sta echt in het vuur als ja, ik heb dat niet. Nee, jij. Maar ik heb het wel warm. Dol ziet eruit, jongen. Ja, en wat doe jij nou, man?
Dat is mijn plek, kut. Ik zie je alles terugdouwen. Hoe is dat biertje? Die is lekker. Hij is die lekker. Lekker. Het verschil moet er ook zijn, hè? Je hebt de werkpaarden en de sierpaarden. En wij zijn duidelijk de sierpaarden. Kijk eens. Ik kom op mijn appelkoek. Is die lekker? Hij is lekker. Ja, lekker. Jongens, het gaat gelukkig. Pak de tuinslang. Dit gaat niet best. Ik zie daar tussen wat gloeien, Roy. Dit gaat niet goed. Kijk eens. Roy, joh. Zo, ja, man. Moet het vuur? Wacht. Kom maar. Zo, het zet uit. Hey, okay. Waar is de knik? Haal die knik eruit. De knik in. Moet er niks meer in het vuur gooien. Hey, Roy, aan de andere kant ook. Is aan de andere kant ook? Wow! Wat? Je wist dat dit ging gebeuren, kon niet anders. Ja, maar het is ervoor gemaakt. Ja, oké, niet voor dit. Niet voor dit, nee. Andere kant wel goed dat ik het zag, man. Ja, wie zag het? Ja, ik zag het. Ja, jullie zeiden het. Ja. Oh ja, ik zag het trouwens, ja. Oké. Zo, maat. Jij bent warm, of niet? Maat, ik heb het sterrenvisheid. Mijn hele kop is buswijd. Wow. Roy. Hey, Roy, wil je dat ik op het dak klimmen, dat ik het even boven ga spoelen? Nee, dat gaat goed zo. Ja, laat ook maar even op het dak klimmen voor de zekerheid. Dan heb je ogen, want nu is het gewoon gokken waar je spuit. Broer, laat mij maar op het dak klimmen, ja? Ja, oké, doe maar. Roy, je mikt vakken goed. Het zuipelt naar beneden ertussen. Dat is goed. Jemig. Zo! Roy, wat is dit? Het kraakt helemaal. Wat kraakt, dat breekt niet, zeggen we dan. Geef de thuislang een ok. Oh, wat erg dit. Oh, het gaat alsnog uit de klauwen lopen. Net als bij mij thuis, Roy. Het is gewoon all over again. Niet helemaal. Ik zat lekker mijn appelkoekje chatten. Had je een appelkoekje, ja? Hey. Gaat dat daar? Het gaat helemaal verkeerd. Ook is gewoon lekker op het dak aan het blussen ertussen. En het komt hier met liters naar beneden. Wat erg dit. Oh, ja, dit is wel in ieder geval. Hoor het kraken. Het lijkt wel onweer, hè? Hoi. Is het heet ook het dak als je eraan voelt? He, ja, het is wel warm, ja. Oh, wat lijp. En zo, jongens, heb je gewoon weer een ouderwets mannenamertje. We kunnen letterlijk niet doorgaan. We kunnen het niet groter gaan maken. We moeten het gewoon klein houden zo. Want als Roy zo'n verkapping afvikt, dan moeten we niet uit. Het is ervoor gemaakt om het rook naar boven te Ja, het is glijden. Auw, kijk hoe dit gaat. Hij zit gewoon vol tussen mijn zak, die ding. Nog met zoveel water. Die slang ook de hele tijd. Dit is fantastisch, jongen. Dit is weer helemaal goud. Maat, als we het niet gezien hadden, staat gewoon je hele overkapping in de fucking fik straks. Kijk, normaal gaan die vlammen nooit zo hoog. Let op. Die gaan helemaal die pijpen... Oh! Die zag ik niet aankomen. Helemaal uit de klauwen gelopen dit. Ja, overkamming staat in de heens, man. Wat als we dit op die tegels hadden gedaan? Oh. Dat was geniaal geweest. Dat was geniaal geweest. Dat had echt uit de hand gelopen. Ja, dat weet niet of dat uit de hand had gelopen. Want je hebt natuurlijk super veel ruimte, maar het had niet heel slim geweest. De enige reden dat mijn huis nu in de fik is gevlogen. Vindt Roy het niet leuk? Jawel, oprecht. Ik wist gewoon dat dit ging gebeuren. Nou, goud. Ik heb het altijd al geweten dat Roy bij de hulpdiensten ging. Raak centje van mataar, bij de hulpdiensten ging. Hey Roy, je bent wel on fire. Goed bezig, maat. Als ik het even over moet nemen, moet je het weten. Oh, joh. Roy, hoe je je vinger op dat ding hebt, het is net of je een bom wil af laten gaan. Zoveel honger. En hoe komt dat? Ja, ik denk door het zuurven. Jongens, het vuur is gewoon overgeslagen, kijk. Ok, ik heb nog honger. Oh ja, Okke. Ja. We hadden toch afgesproken om niet meer kampvuur te maken? Het is gewoon, morgen krijgt Purmerend gewoon een smokmelding, denk ik. Zit je er lekker bij, Jorg? Lekker, man. Nou, Roy gaat op zijn gemakje met Jorg en Okke nog even hier blijven chillen. Mart en ik moeten morgen weer vroeg naar IJsselstein, dus die gaan nog even chappen. En nog even chillen. Maat, zuip ze volgens mij je 15e pilsie al. Ja toch? Ja, het gaat hard, ja. Nee, het gaat best. Gaat helemaal best. Gaat helemaal best. Weer ruimte voor een 16e.
Hoe is het? Hey, Scoopie, zeg jij de trap te bewaken? Scoopie, 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 Scoopie. Oh ja, jij vindt het leuk dat ik hier ben, hè? Ik vind altijd heel goed met Scoop. Ja, lekker ding, hè? Oh, hoi, Scoopie. Hey, wie komt daar? Mr. Mas. Oh, hey. Mart en ik hebben lekker dit kamertje met z'n tweeën. Maat, je lijkt gewoon klein in dit bed. Hoe kan dat, joh? Omdat dit bed gewoon zo tyfus groot is. Ook en Jorg, die hebben dit nest. En ik ga eerlijk even gebruik maken van de gastenbadkamer om even die rooklucht van me af te krijgen. Jammer dat we niet verder konden stoken. Ik was letterlijk even gruwelijk te stoken. Maar hey, volgende keer beter, weet je. Het was helemaal goud. Als ze dat niet hadden gezien daartussen, had dan één keer het hele dak een lichte laaier gestaan. Dat had niet best geweest. Maar is niet gebeurd, hè, Scoop? Met je helblauwe ogen. Lekker ding. Oh ja, dit is een nieuwe camera. Die is groot, hè. Hé, is mijn zwembroek, zie ik nu. Mowgli. Kom. Ik wil douchen, kom. Goed zo, ga naar het kop. Ja, op top. Slaap lekker. Slaap lekker. Slaap lekker, maat. Het was fucking gezellig, ouwe. Maat, het was zo gezellig. Goed, ja. Alleen maar gelachen de hele avond. Ja, gewoon gechilld en gelachen. Ja, man, was echt leuk. Nou. Echt genoten. Zie je morgen. Zie je morgen, maat. Houdoe. Laat in mijn hart. Love you, bro. Love you, bro. Ik heb moeten boenen omdat die geur aan mijn lucht... Ik moet naar mijn bed. Nou, ik ga slapen, maat. Zie je straks. Ik heb echt met de ladingen shampoo moeten werken. Maar elke keer als was ik klaar, dan rook ik geen shampoo. Dan ging ik met mijn hoofd onder de kraan. Onder de douchekop. En dan kwam die lucht weer naar beneden. Had jij dat niet net? Ik heb daar niet echt onder gestaan, hè. Nee, ja, jij hebt niet, nee. Ik rook daar niet echt naar. Als ik iets vies vind, is dat het inderdaad. Dan dacht, heb je lekker je haar gewassen? Dan... Ik heb lopen poenen mijn hele lichaam, ja, ook mijn baardje. Ja, jongens, Mart heeft dus een neef en die heeft dus een Lamborghini. Maar niet een Performante, niet een Urus, niet een Aventador, maar een tractor. Waar het echt natuurlijk ook allemaal begonnen is met Lamborghini. En Mart moet schijten. Dat stinkt erger dan dat vuur, denk ik, hoor. Gaat hij helemaal zijn eigen deken. Ik doe net of ik niet schuldig daaraan ben. Dat doe ik, zou ik nooit doen. Maar Lamborghini is natuurlijk begonnen met tractors bouwen. En dat doen ze nog steeds. Dus morgen gaat het gewoon een hele vette dag worden. Dat weet ik wel. Lekker trekken rijden en zo. Daarom zijn we ook met de Lambo hierheen gegaan. Zodat we twee Lambo's bij elkaar kunnen voegen. Terwijl ze niet eens op elkaar lijken. Maar ze komen gewoon van dezelfde fabrikant. Ik ben zo blij met deze camera. Niet normaal. Dus ik hoop dat jullie hem ook tof vinden. Normaal laat even weten wat jullie ervan vinden. En dan zien we jullie morgen. Om 5 uur. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is Mart is nog niet groot genoeg. Later. Dat moet je nou Zo, het stinkt hier. Ja, bizar, Jezus, Mart, je moet echt douchen, man.